En in het land van Chan hebben we een ambassadeur daar gezet. Een ambassadeur die, waarvan bijna kan ik zeggen het bekend is, dat hij zijn handen niet in zijn zak kan houden. Ja, want hij vond het nodig om in 2016 een dame bij haar borsten te betasten. Die dame, ik keek gisteravond naar het verslag van Gail Eyck, toen op Apinti. Gail was toen op Apinti, nog bij Apinti. Al huilend heeft die dame haar relaas gedaan. Wat gebeurd is tijdens een sportdag. En de man die we tot ambassadeur hebben gemaakt, vond het nodig om er bij de bobbies aan te raken. Dan wanneer die vrouw daar een opmerking over maakt of hem terecht wijst, dan zegt hij, en dat zegt hij ook tijdens het onderzoek, het is gebeurd in the heat of the moment. Laat me je vertellen. In een beschaafd land, toch? We kijken toch allemaal naar Nederland. Toch? Ik denk dat we potwa malik ambassadeur zijn ko en anjoensu. Dat ama faswa vrouw. Die gaan wil voor een vrouw in. Maar het lijkt alsof wij alleen maar, like de man die zie, de man ego suku den kandidaat. Een ambassadeur, dames en heren, moet geen P-weer is een verkeerd woord, no? P-weer. Een ambassadeur, if you like kondre sen wa man, die man vertegenwoordigt jouw land. Dus wanneer de man ambassadeur is in Zwitserland, ik zeg maar wat. De mannen in Zwitserland zien Suriname en die ambassadeur. Als je zegt van deze man is ambassadeur in Brazilië, dan kijken alle Brazilianen, als je mij als ambassadeur zou zijn in Brazilië, dan kijken alle Brazilianen, dames en heren, via mij naar Suriname. Teremalukulembo, dat is Suriname. Nou ga je een man, dames en heren, maken tot ambassadeur van wie het bekend is. En ik ken iemand met wie hij diezelfde aardigheden wilde uithalen. Ik ken iemand. Heel goed zelfs. Heel goed zelfs. Je moet bij mij op kantoor komen bij de universiteit. Wat hij daar heeft uitgespookt op de universiteit met vrouwen. Om de vrouwen naar rechtstreeks te gaan man. En mij lukt hard going de vrouw Bobby. Isabi. En dan gaan we deze. En dus deze dingen toch. En dan gaan we daar staan. Zo, heren helpen mij. Of weet ik veel. Dan gaan we beloofd. Je zal de vrouwen ergens in dat land. Dat akondrepen in mijn pota man. Ga die aardigheid daar uithalen. Laat ze je fieters afhakken. Maar daar mag ze geen grappen met dit soort dingen. Kunnen we niet bij het recruteren van kandidaten. Tegen Suku Sumayo. Laten we respectabele burgers identificeren. Door zijn de mango namens Akondre. Jij bent Suriname daar in Nederland. Jij bent Suriname daar in OAS. Jij bent Suriname daar in Zurich. Jij bent Suriname daar in Guyana. Jij bent Suriname daar in Parijs. Maar je gaat alleen in je vijver kijken. En je vijver zit vol met patjakkers. Met pajawassers. Piweers. En allerlei figuren, dames en heren, die totaal geen voorbeeld zijn. En die mensen sturen we naar buiten. Om ons te vertegenwoordigen. Terwijl in België, dames en heren, de man zelfs ook ontslagen is. Vanwege het feit dat daar de mannen gezegd hebben van, maar eigenlijk deed hij gewoon niks. Jongen, en je kijkt naar de beelden, en er wordt een speech gehouden. Isabi, er wordt een speech gehouden. En dan zegt de baas van het land, je komt aan het woord. En daarna komt de geweldige meneer ook aan het woord. Isabi. En mensen zitten en kijken ernaar. En wat, dan moeten we trots zijn. We moeten blij zijn. Laten we, dames en heren. En daarom zeg ik dit ding.
die verkiezing, a verkiezing zei kom. Wij moeten, als de man, if de man vindt hoe brutaal, en het geldt niet alleen voor de zittende regering. Het geldt ook voor alle partijen die meedoen aan verkiezingen. Wij hebben totaal geen muizes, van gender, dat die muizes en luizes en marasausen en allerlei mensen. We moeten mensen in stelling brengen waarvan we weten van deze weet het, een man die zie en een vrouw die zie, is the right person doing the right thing on the right place. Maar ik kan me niet voorstellen, volgens mij, amoro te, you abi. En niemand natuurlijk heeft een, wij allemaal hebben onze minpunten. De man dat wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. We zijn allemaal bevlekt, want we zijn mensen. We zijn allemaal bevlekt. Maar het lijkt erop alsof de meest bevlekten in aanmerking komen voor hoge posities in Suriname. De meest bevlekten. Laten we een streep trekken. Oh. Niet omdat de meneer de zwager is van de adviseur van de president. Want de man zijn vrouw is de zus van de adviseur van de president. Dat, omdat dat man een zwager, we blijven maar doorgaan met dat ding van friends and family. We hebben een instituut gehad, SDI. Suriname Diplomatic Institute. Er is geld ingestopt om mensen op te leiden tot ambassadeurs. En dat maakt er toch geen ene hol uit als dat gebeurd is tijdens de vorige regering. Maar als mensen, er is geld ingestopt van ons, onze belastinggelden. En als er geld gestopt is in dat proces, Isabi, en mensen zijn klaargemaakt om, let's give it a try. Maar je gaat grijpen naar iemand, dames en heren, die niet om 12 uur 's middags daarbij kerstend kan staan in de zon. En die mensen komen in aanmerking en die zijn ambassadeurs. En dan ga je ze schaamteloos benoemen, schaamteloos installeren. En alsof dat niet genoeg is, dan ga je daarna een lousie lullig bericht voor me sturen dat hij geïnstalleerd is. Hebben we geen andere dingen te doen in het land? We gaan maar door met friends and family. Want we hebben lak aan maatschappelijke groepen. We hebben lak aan commentaren. We hebben lak aan kritieken. We hebben lak aan de manier hoe het internationaal hoe men naar ons kijkt. En we gaan maar door met die nonsens. Want voor ons, uno, ati langate. Maar het langste touw heeft ook een eind een keer. Grappenmakers.